Ik heb heel veel leuke reacties gekregen op mijn vorige vlog. Ik was in Beeld en Geluid in Hilversum. Dat is het Nationale Beeldarchief. Er verschenen zelfs artikelen in de krant daarover. En een van die artikelen stond dat ik wel eens over de Beatles vlog. Nou, dat klopt. Ik stond met die journalist daarover te praten. En ik weet niet hoe we erop kwamen, maar ik vertelde dat de Beach Boys en de Beatles elkaar inspireerden. Maar in de krant stond dat het de Bee Gees waren en niet de Beach Boys. Nou, dat beentje, de Bee Gees, werden pas echt groot in de jaren 70. Toen waren de Beatles eigenlijk al uit elkaar. Maakt helemaal niet uit, maar het is al zo lang geleden. Maar ik wilde het toch even gezegd hebben. Ik kreeg hele leuke reacties op mijn Facebook en op mijn YouTube-kanaal. Dank daarvoor. Maar jullie waren het meest geïnteresseerd hoe ik met de iPhone zulke vloeiende bewegingen kon maken. Ik ben net even naar mijn favoriete café gelopen. Ah, hier komt mijn tosti tomaat mozzarella. Bijna thuis. Klein stukje lopen. Hoi. En die iPhone die zit gewoon vast in mijn houdertje. Wat ik je dadelijk ga laten zien. En ja, dan kun je gewoon ook wat vertellen als je gewoon door je buurt naar je huis aan het lopen bent. Buurman. Hey buur. Leg je het even vast op de gevoelige plaat, Peter? Nou, dit is een hele bijzondere selfie-stick. Je klemt je telefoon dus hierin vast en dan hangt die stabiel. Het is een iPhone, maar het werkt ook met andere telefoons. Je kunt allerlei bewegingen maken zonder dat het echt schokkerig wordt. Het beeld zweeft dus als het ware door de ruimte. Wel wat duurder dan een gewone selfie-stick, moet ik er wel bij zeggen. Het ding kost €330. En het heet een Osmo Mobile. Maar, ik heb er nog een andere ook, met een gewone selfie-stick zou ik je aanraden gewoon te beginnen. Je kunt ook hier je telefoon inklemmen en hem toch redelijk stabiel houden. Als je op mijn YouTube-kanaal abonneert, krijg je een berichtje over mijn volgende vlog. En morgen heb ik mensen over de vloer van Campus Talk. Dat is een blogplatform voor de School van Journalistiek in Utrecht. En die willen het hebben over 50-plussers die aan het vloggen zijn geslagen. Tot snel!